Het parlement heeft gisteren met algemene 31 stemmen de wet Bureau van de Nationale Assemblée goedgekeurd. Met de aanname van de wet is de eerste stap gezet naar de verdere professionalisering van het parlement. De initiatiefnemers zijn DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons en de leden Aziz Gayadin, Joan Wilson en Karel Breeveld. Amsat Abdul, voorzitter van de commissie van de rapporteurs, geeft aan dat de herinrichting van de Nationale Assemblée onvermijdelijk is, gezien de vele ontwikkelingen die het parlement de afgelopen 10 jaar heeft meegemaakt. Enkele van de ontwikkelingen hebben te maken met de rol van het ondersteunend college bij het parlementaire werk, de interactie met de gemeenschap en de rol van social media. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de Nationale Assemblée aan haar rol in het maatschappelijk bestel in de loop van de tijd een andere invulling is gaan geven dan voorheen het geval was, parallel aan de versnelde ontwikkelingen in de samenleving, wat betreft onder meer digitale communicatie, sociale media en burgerparticipatie. Ten behoeve van een gewaarborgde continuïteit van het ondersteunend parlementair werk is het tevens noodzakelijk dat de Nationale Assemblée een zelfstandige financiële positie kan innemen met een eigen begroting en alle daaraan verbonden comptabele verplichtingen en verantwoordelijkheden. Oppositielid Deo Sharman vroeg waarom het parlement op de valreep deze wet moest behandelen. Gezien het zittingstermijn van de afgelopen 5 jaar bijna zijn verstreken, vroeg hij om een overgangsregeling in te voeren voordat de wet in werking treedt. Voorzitter, het presidium dat genoemd is, dat zie ik een beetje als een raad van commissarissen die boven de directeur en onderdirecteur staat. En die voor een heleboel dingen ook toestemming moet hebben van dit presidium. Onder andere bijvoorbeeld het in dienst nemen van personeel. En ik begrijp nu dat enerzijds je het parlement hebt als constitutioneel orgaan en anderzijds heb je een hypermoderne organisatie met een bureau dat geleid wordt. En dat bureau heeft rechtspersoon. En een van de dingen die mij een beetje hier dwars in zit, voorzitter, is dat er in een van de artikelen, ik dacht in artikel 8, lid 1 was, dat bij ontstentenis van de directeur en de onderdirecteur voor 2 maanden door het parlement waargenomen kan worden. Dus hoe zal het parlement als constitutioneel orgaan nu gaan waarnemen voor een rechtspersoon? Kan dat, mag dat, ik weet niet. Oppositielid Deo Sharman gisteren in het parlement. DNA heeft de wet Bureau van de Nationale Assemblée goedgekeurd met algemene 31 stemmen.